Hele goedemorgen, jongens en meisjes, dames en heren. Welkom terug vanuit Duitsland, Düsseldorf. Gisteren hebben we video voor Mees opgenomen en we zijn hier geëindigd. En vandaag gaan we weer lekker terug naar huis toe. En ik zei het gisteren al, maar wat is Duitsland lelijk, zeg. Lijkt een beetje op hem. Dus kan je een doggystel doen? Dat is een mooie auto. Die Arteon Shooting Brake. Ik vind het echt, als je zeg maar een... Als een Porsche GTS, zeg maar, een Panamera GTS net iets te duur is, dan is dit echt een goede optie. Ik bedoel het Cross Turismo trouwens. Ik heb gevlogen vannacht en de voorruit is bevroren en het enige wat Mees gaat doen zijn ruiten waar niemand doorheen hoeft te kijken, wat voor niemand boeit. Hello sir! Ah, love you too! We rijden dus nog een klein stukje door Duitsland heen. Het is alleen relatief druk op de weg. Kunnen we nog even 200 pakken? Ik denk misschien. 66. Nee, zij rijden te sloot. Scheiße. Ook al mag je dus zo hard als je wil, vind ik dit altijd wel een beetje spannend. Ja, heb jij dat ook? Spanning, ja. Misschien dat ik ernaast zit ook hoor. Spanning en sensatie. Spanning en sensatie. Het is wel in ieder geval niet nat. Ziek, hè? Snel dus, je rijdt hier gewoon 300 en het begint opeens te regenen. Dan moet je opeens 80. Ja. Oké, 200 kunnen we het halen. Ik ben alleen bang dat die Ford Focus niet hard genoeg kan. Ja, ik heb mijn bril niet op, Lan! Op een of andere manier is het altijd zo leuk om te doen zo hard rijden. Ja, oh, 180. Oh ja, 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 hij is weg! Oké, 250. 250, dat is wel een beetje overdreven. Gas! Ook gewoon dat je met zulke snelheden, als iemand wat harder gaat, dat je dan denkt: oh, nog fucking 300 meter heb ik over, meer zelfs. Laat ik even voor hem gaan. Ja. Hij had zeg maar ook zeg maar 1 seconde later kunnen gaan en dan was ik er voorbij, had hij nog steeds 200, 300 meter over gehad. Ja. Zo, we zijn bijna in die Nederlanden, jawel! Yeah! Oh, het is niet onbeperkt op de, gewoon de weggetjes hier tussendoor, hè? Niet? Niet. Tequila. Bo en ik hadden vanochtend het goede bed, zeg maar, het grote mensenbed. Alleen ik heb zo ruk geslapen vannacht, ik werd overal wakker van. Deze kerel hier draaide zich 1 keer om en ik was gewoon gelijk 20 minuten lang wakker. Ik heb dat echt nooit, ja. En er kwam vanochtend een vuilniswagen, die stond een kwartier voor onze deur. Toen ging die weg, kwam er een vrachtwagen voor onze deur staan, die bleef draaien. En we hadden het raam openstaan, dus ik kon gewoon echt niet slapen, dus ik ben helemaal dood. En deze meneer ook. Ik ook, ja. Maar wat ik jou wilde vragen, Mees. Wil jij een salto voor mij doen? Wanneer? Nu. Heb jij startkabels of een startbooster thuis? Ik heb zeker startkabels, ja. Jij hebt startkabels? Oké. Ik heb wel een startbooster mee, maar die werkt niet altijd even goed. En anders dan staat mijn MX-5 zo meteen bij jou vast, want ik heb nog steeds de accu niet vervangen. Ja, kabbers. Ja. Oké, mooi. Zo, we zijn weer bij mijn schatje. Het is altijd super nice dat zeg maar de vocht aan de binnenkant van mijn ruit zit. Wil je mijn raam even droog maken? Het zit gewoon allemaal aan de binnenkant. Irritant. Ja, what the fuck. Kijk, deze is nog vol, dus dit zou het moeten doen. Even kijken hoor, waar had ik mijn sleutel? Hier mijn sleutel. Ik denk dat hij het gewoon gaat doen hoor. Ik denk dat het geen probleem is voor mijn schatje. Even kijken hoor. 3, 2, 1. Hoppatee, starten lopen, je weet toch. Goeie auto. Het is wel redelijk veel vocht op mijn voorruit zitten. Dus ik ga even dit doen. Zo met mijn oude trui. Nou, oude trui, een trui die hier nog lag. Ik snap niet waarom ik zoveel vocht aan mijn ruiten heb zitten. En ik snap nog minder wat ik eraan kan doen. Dus weet iemand wat ik eraan kan doen? Dat ik zeg maar condensatie. Zo, mijn hele dak is ook doorweekt gek. Wat de hek. Als iemand weet wat ik hier aan kan doen, laat het mij graag even weten, want ik vind dit niet heel super. En ik weet dat ik eigenlijk mijn auto in de garage moet zetten, maar ik vind het zonde om zeg maar al mijn spullen uit de garage te halen om mijn auto binnen te zetten. Mijn auto hoort buiten te kunnen staan. En ik heb met mijn goede gedrag mijn AirPods meegenomen, omdat de audio in deze auto nog helemaal ruk is. Alleen ze zijn dus leeg. Alleen, hoe ik deze radio aanzet, staat die aan? Nee. Hoe werkt dit joh? Dit is voor de oorlog, dat ken ik helemaal niet. Of doet hij het gewoon helemaal niet meer? Jawel, hij deed het wel. Oh, hey, hij gaat aan. Zo, ik ben aan het rijden, maar deze audio is slecht, hé. Het klinkt echt... Hey, werkzaamheden. Het klinkt echt alsof ik in een koekblik zit waar je iPhone speaker in hebt. Niet normaal. Wat mooi. Er rijdt hier een politieauto voor mij en er reed een busje voor mij, dat grijze busje daar. Die heeft die kunnen zien en die reed echt mokerhard. Die reed 150 en die
uit. En in één keer opeens op stop. Opeens gaat het best heel netjes rechts rijden en die politie rijdt er wel voorbij. Ze doen niks. Maar ik vind het zo mooi als je de politie dan heel hard iemand in ziet rijden. En dan diegene opeens volle bak op de rem. Ze hadden wel iets wat ik voor het eerst bij een politieauto heb gezien. Namelijk een naamsticker op de politieauto. Ze hadden gewoon politie, wijkagent. Ik weet niet, ik kon niet helemaal lezen, want ze reed best hard. Maar gewoon een Instagram sticker, zoals influencers dat doen. Had de politie dat nu ook gewoon op een auto staan? Hoe dan? Politie worden influencers. Dan mag deze influencer ook politie worden, vind ik. Ik ga boetes uitdelen. De eerste boete die ik uit wil delen is aan mezelf, omdat ik een te slome auto heb. Deze auto is echt niet vooruit te branden. Als ik 100 rijd en ik ben vol gas. Ik zit nu vol gas. Ik ga niet harder dan de rest. Nu kom ik een beetje in de buurt. Zo, en wat we vandaag dus niet vergeten, zijn de lampjes uit. Want dat was ik de vorige keer dus wel vergeten. En ik denk, ik hoop, omdat ik nu zeg maar nu weer 3 kwartier heb gereden, dat mijn accu het zo meteen gewoon redt. Dat die gewoon lekker aan blijft gaan als ik hem aan wil hebben. Gaan we even aanbellen. Ik heb de sleutel wel, maar ik wil gewoon dat Nick even voor me open doet. Ik had gehoord dat hier een heel eenzaam meisje woont. Wat heb je? Ik heb een plantje voor je. Ik kom eraan. Ik heb helemaal uit Duitsland voor jou mee. Oh, dank je. Lief, hè? Ik heb mijn hond meegenomen. Ik hoor het. Dus dit is het nieuwe huisdier? Ja. Kan je ook niet 1 dag alleen laten, hè? Zeg het, hè? Kom maar. Hey, hoe is het met jou? Hij voelt zich helemaal thuis, hoor. Ja, voel je helemaal thuis? Ja. Oh. Oh, en het huis is opgeruimd. Ja. Dat is altijd fijn als ik Nike alleen laat voor een dag, ruimt ze het huis op. Dus ik ga 1 keer per week ga ik een dag weg zodat het huis daarna weer schoon is. Ja. Zit. Poot. Poot. Zitten. Botje. Oh, sorry. Hij wil het echt niet volgens mij. Hij kijkt me echt zo aan van doe me dit niet aan. Nike, poot. Andere poot. Je hebt hem beter getraind. Oh, hij gaat wel lekker licht ook. Oké, Nike, neem Messi weer mee, want Messi is echt, die kan niet stilzitten. Ben je vandaag met hem uit geweest? Ja, ja, en vanochtend nog. Hij blijft even stilstaan, lekker bezig. Zullen we de volgende keer mijn andere hond meenemen? Nou, die likt het hele huis nog. Ja, die gaat elk muurtje af, helemaal likken. Ja, oké, Mes, ik zie je de volgende keer weer, ja? Doei! Boeit me helemaal niks. Zo, en ik heb voor het eerst mijn auto hierheen gereden. En ik vind het altijd heel leuk om naar mijn auto's te kunnen kijken. En als ik dan hier zit te werken of zit te eten of ik sta hier gewoon lekker te kokkerellen, kan ik gewoon mijn leuke autootje zien. En daar word ik heel blij van. Want wat ik heel graag zou willen is, als ik dat werk ga verbouwen, is hier ook nog een groot raam. Zodat ik hier zeg maar 2 auto's kan zetten achter mijn poort. Dat ik die altijd zeg maar als een soort van ja, showroom idee hier heb staan. En dan kan ik ook nog 1 of 2 auto's voor de poort hebben staan waar ik dus dagelijks mee rijd. We zijn nu dus heel erg het budgethuis aan het verbouwen, maar we moeten ook echt een plan gaan maken voor de grote verbouwing. Dus stel, jij kent of jij hebt een aannemer die echt super goed is. Please, laat hun naam hier beneden weten of zeg tegen hun dat ze mij even een mailtje sturen, want ik zoek een aannemer die voor mij alles kan regelen. Ik heb heel veel bedrijven die wel overal aangekoppeld willen zitten, dus die een vloer willen sponsoren of een keuken of een badkamer, maar ik heb ze maar een overkoepelende organisatie nodig die dus zeg maar ja, de aannemer is en alles wil regelen. Dus ben jij of ken jij of heb jij een aannemer, please let us know. Want dan willen we hier graag een hele grote glasmuur hebben, we willen dit plafond een heel eind omhoog hebben en we willen een nieuwe keuken en alles moet veranderd worden. En de OpenAI werkt weer en ik heb nu gewoon gevraagd aan hem waar kan ik het best MX-5 roestreparaties laten doen in de buurt van Amersfoort, want ik heb een paar kleine roestvlekjes. Alleen zegt hij, ik kan helaas geen specifieke bedrijven aanbevelen in de buurt van Amersfoort die gespecialiseerd zijn in het repareren van roest voor een MX-5. Het is echter wel aan te raden te zoeken naar een gespecialiseerde garage die ervaring hebben met het repareren van roest op sportwagens en klassieke auto's. In plaats van elke algemene garage. Dit ding snapt het leven gewoon. Het is zo ziek. Ik blijf maar verbazen wat een AI, dus gewoon een computer genereert iets kan. Dus als jullie vragen hebben die ik weer naar AI moet stellen, laat maar weten. Want ik, ja, je kan er dus echt alles aan vragen. En ik gebruik hem ook een beetje om veer in mijn eigen reet te steken. Wat maakt een RS3 zo speciaal? Een RS3 is een supersnelle en sportieve auto. Er zijn een aantal factoren die de RS3 zo speciaal maken. Prestatie. De RS3 is uitgerust met een 2,5 liter 5-cilinder TFC-motor met 400 pk en 480 Nm koppel. Dit maakt de RS3 in staat om van 0 naar 100 te gaan in slechts 4,1 seconden. Nou, dat klopt natuurlijk niet, maar dat is natuurlijk iets sneller. Nou, goed sportonderstel, leuk quattro 4-wielaandrijving, extra grip,
is matig bij de RS3, moet ik heel eerlijk zeggen. Agressief uiterlijk onderscheidt zich van andere modellen uit de RS3-reeks. Oké, ik moet zeggen, ik ben het er niet helemaal met alles eens. Ik vind RS3 juist te lief eigenlijk, vergeleken met alle andere RS-modellen. Zo, ik heb mijn MX-5 dus nu hier geparkeerd, zodat we nog meer ruimte hier hebben. Hoe ik in het elektrisch bakbeest. In de hoggie. En wat gaan wij doen? Naar de supermarkt. Want wat hebben we niet gedaan? Eten gekocht voor meer dan één dag. En hoe lang doen we dat al? Je matcht. Ik match. Wat leuk. Oh, ook met je handdoek. Ik ben helemaal afgeleid. Waar is mijn handdoek dan? Die heb jij zeker weer gestolen. Oh, de waslijn hangt, die heb ik voor jou gewassen. Doe ik je wil. Ja, wij gaan even lekker eten halen, want ik heb zoveel honger. Ja, en wij weten niet nooit wat we meer dan een dag moeten eten. Dus zeg maar, vanavond gaan we dan sotensoep eten en dan rijden we nu naar de winkel en halen we alles voor soto. We rijden ook naar de winkel, wat doen wij? Maar we willen naar de Albert Heijn, dat is ver. Oh, we willen naar de Albert Heijn, oké. Wow, en ik hou jullie opeens even uit de vlog, want ik ben nu aan het editen, maar ik heb nog geen auto opgenomen. Ik had geen zin om te vloggen blijkbaar die dag. What the fuck, we hebben wel lekker gegeten. Het is nu de volgende dag, ik zie jullie morgen weer, doei.